Hier met een bosse levende legende, Kees Akerboom. Ja, senior zeg je er dan tegenwoordig bij. We kunnen het straks nog over uw zoon hebben. Meneer Akerboom, u vertelde, ik gooide er een hoop ballen in. Maar er waren ook heel veel mensen daarachter. Achter mijn prestaties. Waarom vond u het belangrijk om dat te noemen? Omdat, dat heb ik net gezegd. Dus ik heb al die onderscheidingen gehad. En ik heb hier een tribune en een vlag en een geretired nummer. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Erelid, lid van verdiensten van de bond. En ook een hoop basketbal onderscheidingen, MVP en dat soort dingen. Maar dat doe je altijd allemaal met een team. En wij hebben, toen ik mijn top was, zowel in Haarlem als in Den Bosch hier. Ja, dat bereik je alleen maar met een team. Ik had altijd spelers, bijvoorbeeld een El Faber, die fantastische picks voor mij zetten. Ja. Een screen, zodat ik vrij kon en kon schieten. Ja, en wie de meeste ballen erin schiet, die is dan wel belangrijk. Maar dat team is net zo belangrijk. En een coach die het goed neerzet is net zo belangrijk. En omdat ik nou zoveel van die onderscheidingen heb gehad en nou ook weer in een top stond uitgekozen van wie het eerste exemplaar moest ontvangen van een fantastisch Nederlands basketbalboek. Toen dacht ik, ja, al die andere mensen, die zijn ook belangrijk. En ik heb het niet alleen gedaan. Uw kleinkinderen en uw eigen zoon, Kees junior, wiens nummer ook, hè? Jullie hadden allebei nummer 12, ook geretired is niet zo en terecht. Uw kleinkinderen waren erbij. Wat betekende dat? Ja, dat was ontzettend leuk. Alleen het waren er maar 3 en ik heb 8 kleinkinderen. Dus wat dat betreft waren er 5 tekort. Ja. Maar sommigen kunnen nog niet lopen. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En al die 3 jongens, Kees junior en zijn vrouw basketballen. En hun 3 kinderen die basketballen ook. Abel Akerboom. Die zei laatst, ik wou dat ik ook Kees heette. Maar dit terzijde. Maar die is vorig jaar al kampioen geworden met Springfield in Berlicum. En dat is gewoon ontzettend leuk voor opa. Dus het zit wel goed met de toekomst. Meneer Akerboom, was ook een heel bijzonder moment. U wilde iets vertellen over Jan Janbroers. Kunt u daar nog wat hij voor u betekend heeft? Hoor? Als coach onder andere in Haarlem natuurlijk bij het Nederlands team. Waarom vond u het belangrijk om daar nog bij stil te staan? Nou, ik was 16 en toen ben ik per ongeluk begonnen met basketbal. En mijn moeder had een afspraak gemaakt met een meneer op een pleintje in Haarlem. En op dat pleintje kwam ik daar aan. En daar stond Jan Janbroers. En die heeft mij bij de hand gepakt. Op mijn 16e ben ik pas begonnen. Op mijn 19e zat ik in het Nederlands team. Op mijn 21e waren we met Janbroers 3 keer kampioen van Nederland geweest. Met Levens Flamingo's. En alles wat Jan Janbroers tegen me zei, dat heb ik uitgevoerd. En ik heb alles wat ik in basketbal bereikt heb, ook buiten het basketbal om, heb ik dankzij basketbal bereikt. En daar ben ik hem heel, heel dankbaar voor. En Janbroers ging weg uit Haarlem. En ik ben hem gevolgd naar Den Bosch. Dat was 2 jaar later. En toen kwam ik in een omgeving waar mijn held Jan Janbroers niet zo geliefd was door de rest van de spelers. Toen is hij daar weggegaan en toen kwam met die coach van het Nederlands team. En daar maakte ik hetzelfde mee. En toen heb ik toen gezegd van ja, ik wil zo niet meer onder Jan Janbroers spelen. Maar dat had niks met Jan Janbroers te maken, maar met die teams. En het was ook een tijd dat alles veel professioneler was. En Janbroers was een goede coach. Ook, maar veel te aardig voor die met gewoon een hele aardige man ook. En die kon ook wel een beetje boos worden. Maar in die tijd met de beginnende professionaliteit, de beginnende Amerikanen en zo, dat vereiste een andere aanpak. En dat, zijn aanpak werkte toen niet meer en daar had ik ontzettend last van. Daarom wilde ik apart nog even benadrukken hoe belangrijk Jan Janbroers voor mij geweest is. Dat is volgens mij ook heel goed overgekomen. Laatste vraag, meneer Akerboom. Wij komen hier vanuit Leiden naartoe. Natuurlijk prachtige gevechten uitgevochten tussen u, Nashua en Bos en Parker Leiden. Weet u daar nog iets van? Die Groenoordhallen, 11.000 man. Ja, ja hoor. Brak de Leidse harten met al die afstandsschoten. Ja. Maar wat komt er dan zo boven als ik zeg 5 mei hal, Groenoordhallen, eind jaren 70, jaren 80? Nou, die eerste keer dat wij kampioen werden in de Groenoordhallen, dat weet ik nog verdomd goed. Omdat het was voor ons ook een enorm spektakel. Ik geloof 5 of 7.000 man zaten daar. En wij waren dus als grote favoriet 4 keer zelfs niet kampioen geworden. Of 3 keer niet kampioen geworden in Haarlem. Of in Den Bosch. En toen werden we het wel. Dus het was wel
iets extra's. Wat ik dan ook nog over Leiden kan herinneren, is dat wij het eerste jaar dat de play-offs werden ingesteld, toen stonden we met 14 punten voor een verschil als nummer 1. Dus we waren altijd volgens de oude regels kampioen geworden. En toen moesten we play-offs spelen. En wij gingen in twee wedstrijden onderuit tegen Delft. En Leiden werd toen kampioen. 1978? Ja, dus ja. Leiden werd toen kampioen. Dat hadden wij moeten zijn. Dus ja, daarop had Leiden het moeten worden. En toen werden wij het. Dus dat was best wel eerlijk. Ja. Meneer Akerman, hartelijk dank voor uw tijd. Heel veel goeds gewenst, heel veel gezondheid. Ook natuurlijk voor de kinderen, de kleinkinderen. En ik hoor het al, de nieuwe... Nou, heet dan Abel of een van de andere 7 kleinkinderen. Maar hopelijk zien we ze terug in Nederlands basketbal. Dat hoop ik ook, dan kan ik kijken. Goed zo. Het allerbeste, dank u wel. Dank je wel.